Mijn boek Zevenster gaat over Evelien. En Evelien is een meisje van 14. Lijkt doodnormaal, totdat ze op een avond glaasje draait. Ze ziet mensen die andere mensen niet kunnen zien. En in de spiegel heeft ze ineens paarse ogen in plaats van bruine ogen. Zij heeft namelijk de gave, de oude gave van de wachters. Ze zal deze gave wel moeten accepteren als ze wil weten wat er met haar aan de hand is. En ook als ze wil rechtzetten wat ze heeft fout gedaan in het verleden.